Ongelooflijk goed dat jullie er zijn. Welkom bij deze bijeenkomst over ESG, de vijf stappen naar gezondheid, duurzaamheid. Iedereen praat erover op de beurs. Ik heb eigenlijk in mijn 20 jaar dat ik in het vastgoed actief ben, nog niet meegemaakt dat dit onderwerp zo op de kaart staat. En juist ook die S van social, hè, die gaat over gezondheid en welzijn. Dus zie echt dat de grote partijen, maar ook kleinere partijen hier allemaal mee bezig zijn. En ik wil jullie feliciteren dat jullie op deze donderochtend, de derde dag van de Provada, de moeite hebben genomen om naar deze bijeenkomst te komen over dit belangrijke onderwerp. Het is zo dat er ook fileproblemen zijn. Dus een van de sprekers, jullie zien er twee zitten, maar er is nog een derde spreker die zit in de file. Dus ik hoop dat hij zo komt, Jos Centel van Sintes Achmea. Eén spreker die is ziek. Die heeft zich ziek gemeld. Ja, dat is jammer. We hebben dus drie goede sprekers hier op het podium. Maarten Vermeulen van MVGM. En Albert Groenewoud van Joehoe. En Jos Centel van Sintes Achmea, die is op weg, heb ik begrepen. Misschien even als aftrap voor deze bijeenkomst. Een paar dingen die mij zijn opgevallen de afgelopen paar dagen. En eigenlijk de grote trend die je ziet, dat ESG is niet langer in feite nice to have, maar het is in feite een soort noodzaak geworden. En duurzaamheid als in feite het traditionele begrip, energieverbruik, materiaalgebruik, dat is eigenlijk een baseline geworden. En het gaat nu eigenlijk echt over die gezondheid. We hebben al heel veel jaren bewijs hoe groot die impact is van die gebouwde omgeving op onze gezondheid. Maar nu begint dat ook echt als business case door te dringen door de markt, van dat je daar echt mee voorop kan lopen als partij. En je ziet dus bij de urgentie bij de stakeholders in het vastgoed, de beleggers, de eindgebruikers, de corporates, omdat ze zien dat de waarde van hun vastgoed wordt beïnvloed door dit onderwerp. De beleggers staan onder druk vanuit ook hun aandeelhouders die dit een heel belangrijk onderwerp vinden. Dus er zijn miljarden aan investeringen staan er klaar om te investeren in blauwe en groene assets. Aan de andere kant zie je eindgebruikers die in hun beleid ESG hebben vervat in hun strategie. En die ook echt iets moeten met dat onderwerp. Dus die twee markten, die twee groepen, die komen echt bij elkaar over dit onderwerp. En ja, wat krijg je dan? Eigenlijk als derde ding is dat de communicatie over dit onderwerp heel belangrijk wordt. Dus echt, het gaat om harde data. Het is geen momentopname meer. Gezondheid, welzijn, die S, dat is een continu proces. En je moet het steeds bewijzen dat je het voor elkaar hebt als partij. Dus dan kom je op het begrip test, verify, certify. Dus de hele tijd doorlopend in feite het bewijs leveren dat je echt werkt aan een gezondere en een duurzamere omgeving. Nou, we hebben al aangekondigd dat het over vijf stappen ging. Ik ben zelf van Blue Module. Dat is een bedrijf wat beleggers helpt om echt impact te hebben op een betere wereld met gezond en duurzaam vastgoed. En wat wij ook altijd bespreken met partijen is dat er eigenlijk vijf stappen zijn om echt werk te maken van dit onderwerp. De eerste stap is eigenlijk dat je echt moet verdiepen in die business case. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom is het voor mij de waarde van mijn vastgoed of van mijn organisatie beter om echt werk te gaan maken over dit onderwerp? En de tweede is, dan moet je je startpositie bepalen. Van wat zijn eigenlijk mijn ambities? Het derde is, je kan kijken van, welke best practice hoort daar dan bij? Wat voor aanpak wil ik dan kiezen als ik echt werk ga maken van ESG? Nou, dan ga je vier naar de uitvoering. En uiteindelijk, daar had ik het al even over, die communicatie, hoe belangrijk die is. Nou, we hebben dus drie sprekers. Ik hoop dat Jos zo... Ja, daar is Jos. Welkom, Jos. Ga snel zitten. Jos Centel van Sintes Achmea. Die microfoon. Jos, je moet even gewaaierd worden. Nou, en terwijl Jos de microfoon omkrijgt, het programma is dat ieder van de drie sprekers die gaat even kort een pitch houden
en dus een visie houden, geven op dit onderwerp. We strappen af met Jos, dan Albert en Maarten, die sluit af. En tenslotte vind ik het erg leuk als we ook een Q&A kunnen bewerkstelligen en dat we wat interactie krijgen met de zaal. Jos, als jij... ja, precies, je bent nog even bezig. Just in time. Nou, gefeliciteerd dat je er bent. Vind ik een hele prestatie. Het schijnt een nachtmerrie. Ja? Ik zou even wachten hoe ik aansta. We zijn weer terug in het oude normaal, denk ik. Precies. Als het om files gaat en wat iets meer zei. Dus dat is de verklaring inderdaad dat ik te laat ben. Ja. Ik had een half uur marge, maar dat mocht niet zo zijn. Nou, is precies gelukt, zou je kunnen zeggen. Mooi zo. Nou, dan willen we graag met jou beginnen. Ja. Ik zal even de slide voorzetten die jij hebt voorbereid. Even de visie vanuit een van de grootste institutionele beleggers in Nederland, Syntrus Achmea. Ja, nou dankjewel. Het is in ieder geval materie die ik zo paraat heb. Dus in dat opzicht is het geen enkel probleem om hier meteen in te schuiven. Syntrus Achmea, investment manager immers. We beleggen in vastgoed en hypotheken namens pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, om rendement te halen. Financieel rendement, dat mogen duidelijk zijn. Maar in toenemende mate willen pensioenfondsen of institutionele beleggers ook maatschappelijk rendement realiseren. Maatschappelijk verantwoord beleggen is de Nederlandse term voor ESG. Environmental, social, governance. Feitelijk drie aspecten die het maatschappelijk verantwoord beleggen van institutionele beleggers richting moet geven. De E, environmental, duurzaamheid. Nou, ik wil niet zeggen dat we dat in het snotje hebben. Nee, daar zijn we al wel een tijd mee bezig. En dat gaat goed, maar kan uiteraard beter, moet beter. G, governance. Ja, daarvan mag u verwachten dat we dat op orde hebben. Transparantie, richtlijnen, de regels van het spel. Maar de S, social, het menselijke perspectief in de meest brede zin van het woord. Ja, dat is er eentje die nog, zoals ik hier ook geschreven heb, een terra incognita is. Dat zijn feitelijk, en toevallig gaan Paul en ik daar zometeen ook nog over in gesprek, dan weer op onze stand. De zachte kant feitelijk van vastgoedbeleggingen. Logisch, want ja, dat kun je nog niet heel erg tastbaar maken. Zijn we wel mee bezig, maar dat is er wel eentje die ons bezighoudt. Het besef is dat die sociale aspect of de sociale aspecten van vastgoed, en welke dat zijn, dat zijn er vele. Nou, en gezondheid zeker is daar eentje van. Nemen dus in het belang toe. Omdat we beseffen van ja, dat vastgoed betekent ook iets, hè, in de levens van mensen. Ze wonen er, ze werken er, ze leven er. Daarom denken wij, namens de beleggers waar we voor werken, of ja, dat ook het bieden van een gezonde leefomgeving, ja, als het ware valt onder de zorgplicht. En dat zijn mijn eigen woorden hoor. Ga nu niet, en ik weet niet of institutionele beleggers in de zaal zitten, ze erop bevragen. Maar wij vatten dat zo op. Het is ook onze taak om richting beleggers te vertellen wat er gebeurt, wat de trends en ontwikkelingen zijn en waar zij rekening mee te houden hebben. En in die zin vinden wij het dus ook belangrijk om hen daarop te wijzen. Jegens de huurders. Wij bijvoorbeeld beheren, exacte getal kan ik op dit moment niet noemen, maar toch ruim 28.000 woningen, 28 huishoudens. Waarvan we in principe zeggen van nou, achter de voordeur hebben we niet zo heel veel te zoeken. Maar toch, ze wonen in een complex waar wij het beheer voor voeren, of property managers ook namens ons. Dus ja, een zorgplicht, zo zou ik het toch wel willen noemen. Tot slot denken wij dat er twee belangrijke dimensies te onderscheiden zijn als het om dat onderdeel gezondheid gaat, waar we het dan toch voornamelijk over hebben deze ochtend. De fysieke gezondheid en de mentale gezondheid. En juist die mentale gezondheid triggert ons enorm. Van inderdaad, wanneer voelen mensen zich gelukkig en gezond als ze wonen, werken, leven. En wij denken dat daar een actieve rol voor de belegger te bedenken is, in te vullen is,
om daar verbetering in te bewerkstelligen. Dat weten wij. Dat is een laatste zijstapje wat ik kan maken. Sinters Achmea, onderdeel van het grotere Achmea, waar onder andere ook Zilveren Kruis deel van uitmaakt. En dat is interessant als je van elkaar kunt leren, wilt leren. En als het dan om die mentale gezondheid gaat, eenzaamheid is, dat weet u wellicht, een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarvoor de hele samenleving gesteld staat. En als je dat dan gaat afpellen van, waardoor voelen mensen zich eenzaam, of hoe zou je eenzaamheid kunnen verminderen, ja, dan begint dat natuurlijk in heel veel gevallen wel bij de plek waar ze wonen en leven. En laten wij daar nu, dames institutionele beleggers, voor verantwoordelijk zijn. Wij niet alleen, en we doen dat samen met vele anderen. Dus daarin ligt voor ons wel de uitdaging. Dank je wel. Oké, dank je wel, Jos. Ik denk dat we meteen even naar de volgende spreker gaan. Dan gaan we straks even in de ronde tafelgesprek of in de Q&A gaan we nog wat dieper in op de materie. Dan gaan we ook Jos wat nadere vragen stellen. Want ik weet zeker dat jullie ook vragen hebben voor het panel. Dan gaan we naar de volgende spreker. En dat is Albert de Groenewoud. Misschien, Albert, kan je eerst straks even iets vertellen over Yoohoo. Misschien veel mensen die weten niet precies wat Yoohoo doet. Ja. Kort, en dan graag in op jouw stellingen. Oké, ik ben Albert Groenewoud. Ik ben van origine medicus. En heb me aangesloten bij Yoohoo. Yoohoo is een digital health company die zich tot doel heeft gesteld om de gezondheid en veiligheid van mensen in gebouwen te garanderen, of daar in ieder geval een bijdrage aan te leveren. Daarvoor hebben wij ook meetapparatuur ontwikkeld die het gehele interne milieu van een gebouw of van een huis in kaart kunnen brengen. Wij verzamelen ontzettend veel data en we proberen ook die data te analyseren en daar ook inzicht te geven en ook te kijken wat je ermee kunt doen. We zijn een bedrijf wat wereldwijd werkzaam is. En wij gebruiken ook die data om dat met elkaar te vergelijken. Ik ben bij Yoohoo, wat ik al zei, ik ben hoofd van de medische zaken. En ook als arts, en dan kom ik even op mijn eerste stelling, ben ik ontzettend geraakt door een uitspraak van het Hoge Gerechtshof december afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk, waarbij een 12-jarig meisje dat met astma geboren is, overleden is aan vervuilde lucht in huis. Dat is aangetoond. En ik denk dat dat enorme consequenties gaat hebben, ook voor het vastgoed. Er zullen normen komen, er zullen ook richtlijnen komen waar men zich aan moet houden. En die vervuilde lucht die kan natuurlijk zowel op korte termijn als lange termijn effect hebben op de gezondheid. Even wat feiten. 1 op de 7 huizen is de luchtkwaliteit een groot deel van de dag niet in orde. De binnenlucht is vaak 5 keer zo slecht als de buitenlucht. Dat komt omdat de mens zelf vaak de grootste vervuiler is. En in de binnenlucht in huizen kunnen 70% kunnen vervuilende stoffen ronddwarrelen. En dat heeft allemaal niet alleen op het lange termijn effecten, maar ook korte termijn effecten. Ik hoef maar te denken aan, als de lucht vervuild is, dan is er concentratieverlies, prestaties gaan omlaag, ziekteverzuim neemt toe. Een leuk, misschien in dit geval even een heel leuk voorbeeld. Wij meten ook luchtkwaliteit op scholen, op lagere scholen. En daar hebben we eerst eens gekeken van hoe is nou dat gedrag van die kinderen gedurende een dag op school. En dan zie je op een gegeven moment dat die kinderen worden geïrriteerd, letten niet meer op. En dat hebben we duidelijk kunnen correleren naar de CO2 die steeds slechter werd. Dus dat is weer een korte. En voor kinderen, dat zeg ik ook altijd, kinderen die zijn in een ontwikkeling, hun longen ontwikkelen zich, de hersenen ontwikkelen zich. Dus voor die is het nog belangrijker dan voor volwassenen. Wat ik al eerder zei, Yoohoo verzamelt data over de hele wereld. We proberen dat ook inzichtelijk te maken voor de eindgebruiker. Ook voor degene die zich bezighouden om die luchtkwaliteit te verbeteren. Dat zijn de instellingen van de gebouwenmanagementsystemen. En ook belangrijk is, onze apparatuur is zichtbaar. Dat doen wij gewoon bewust. Want we hebben ook aangetoond met psychologisch gedragsonderzoek dat wanneer de meetapparatuur zichtbaar is in huizen of op kantoren, gaan de mensen erover praten en gaan ze ook hun gedrag aanpassen. En daardoor kan uiteindelijk ook het binnenmilieu verbeterd worden.
Dat was in eerste instantie mijn bijdrage. En ik, Dankjewel, Albert. Ook weer interessant om echt weer de invalshoek te horen van eigenlijk de wetenschap. Hè, en hoe lang we eigenlijk al weten hoe groot die impact is van in feite die gebouwde omgeving op de gezondheid. En dat noemt ook een heel treffend voorbeeld. Ook hier laten we even straks gaan we verder praten. Dus geef ik graag het woord aan onze volgende spreker. Ook iemand die echt gepokt en gemazeld in het vastgoed. Maarten Vermeulen van MVGM. Een van de toonaangevende property managers. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Maarten, waarom vinden jullie dit een belangrijk onderwerp? Gezondheid, duurzaamheid, ESG. Het probleem van de laatste spreker is altijd dat veel al is gezegd. Dus ik wil niet heel graag in herhaling vervallen, dus ik houd het kort. Ik heb gezegd, ESG is here to stay. En waarom zeg ik dat? In het verleden had je wel veel meer keurmerken en bijvoorbeeld de Principles for Responsible Investment. Allemaal zaken die uiteindelijk tick-the-box exercises werden. En dat gevoel heb ik bij ESG niet. De sense of urgency is enorm toegenomen. En met name precies zo. We komen nu bij de S aan. Dat is de toughest part om in te vullen. Geen probleem, dat hebben we onder controle. De G, wat Jos precies zegt, mag je verwachten dat we dat geregeld hebben. Maar de S is het moeilijkste, dat het gaat over de mens. En daarom moeten we daar iets nu mee doen. Nou, dat is in versnelling geraakt door de COVID-situatie. En zal dus gewoon de komende tijd heel erg veel moeten worden onderzocht. En data spelen daarin natuurlijk een hele belangrijke rol. Waarom vind ik het belangrijk van het beheer? Nou, wij zijn daar natuurlijk met honderden gebouwen bezig, met honderden, duizenden woningen bezig. En wij krijgen die vraagstukken op ons bord. En ik vind, als je een VGM bent en je bent de grootste vastgoeddienstverlener van Nederland, dan moet je daarin een leidende rol hebben. En kijken van wat daarin mogelijk is en hoe je dat proces kan faciliteren en stimuleren. Nou, practice what you preach. Actieve bijdrage leveren aan dit proces. En zoals gezegd, en nu komt het moeilijkste gedeelte, ga het maar doen. En ik heb het met mijn buurman besproken. Het gaat erom, het is een proces van vallen en opstaan. Iedere keer weer opnieuw beginnen, maar je moet gewoon doorzetten. En uiteindelijk bereiken we een bepaald resultaat. Ander belangrijk punt is dat ik de tijd van concurrentie al heel lang voorbij ben. En ik geloof heel sterk in het samenwerken. Laten we nou niet proberen alles jezelf alleen uit te vinden, maar zoek elkaar op en maak verbindingen. En Maarten, ik ga straks jullie ook uitdagen om ook vragen te stellen aan dit voortreffelijke panel. Maar ik heb meteen ook een vraag aan jou, Maarten. We lopen al een tijdje rond in deze vastgoedwereld. We kennen veel partijen. Mijn gevoel is dat er op dit moment echt veel urgentie is, ook bij die opdrachtgevers, om echt hier iets aan te doen, aan dit onderwerp. En je noemde ook al samenwerking. Ja. Ja, in een markt die nog niet bekend staat om zeggen dat er heel veel vertrouwen is tussen partijen, zou ik maar zeggen. Ja, dus, en daar is die samenwerking is cruciaal, denk ik, in dit onderwerp. Zie jij ook die urgentie nu wel ontstaan bij de opdrachtgever? Ja, zeker. Iedereen is ermee bezig. Alleen, ik ben bang, nog steeds een beetje te veel op zijn eigen eilandje. Dus ik vind echt bijvoorbeeld de brancheverenigingen samen moeten gaan optrekken om dit voor elkaar te gaan krijgen. En nogmaals, alleen is dit niet te doen. Je kunt dit niet alleen, moet je ook niet willen. Je moet het gewoon elkaar opzoeken en coalities vormen. Heeft iemand nu al een vraag aan dit panel? Want anders ga ik gewoon doorvragen. Maar misschien heeft iemand, naar aanleiding van wat hij nu net heeft gehoord, het gevoel van ik moet even een vraag stellen. Ja, kijk, daar zie ik Herman van den Berg. Iemand die de corporate wereld ook heel goed kent. Herman. Nou, daar gaat mijn vraag eigenlijk ook over. Jullie hebben het over samenwerking. Ik denk dat veel mensen nog worstelen met die brug te slaan tussen zeg maar die belegger en die huurder. Paul zegt inderdaad, ik ken de corporate wereld heel goed. En die zitten allemaal van, ja, maar ik kan mijn belegger niet bereiken op dit onderwerp. Hoe krijg ik die nu in actie? Dus volgens mij ligt de grote uitdaging dat we die brug slaan tussen de eigenaar en de gebruiker. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien en hoe jullie denken dat je die brug kan slaan. Goeie vraag. Kan ik Jos? Jullie komen allemaal aan de beurt. Dan ga ik even Jos eerst, want die wordt uitgedaagd als belegger. Nou ja, wij werken uiteraard voor beleggers, pensioenfondsen. En het klopt helemaal wat je zegt. Dat is ook
de persoonlijk professionele worsteling. Het is niet voor niets dat ik zometeen ook een onderwerp heb wat in het verlengde hiervan ligt. Van hoe gaan we die zachte kant meten? Want die beleggers, tenminste ik zet ze nu weg als zijnde één geheel. Maar in generieke zin willen die natuurlijk weten wat doet dit met het rendement? Een hele terechte vraag. Ik krijg het ook van mijn directe collega's die wat meer aan de investment management kant zitten. Van nou mooi om over doelgroepen na te denken of iets met geluk en gezondheid te doen. Maar wat doet dat met mijn rendement? Ja, dan zakt de grond wel eens onder mijn voeten vandaan. Want dat kan ik niet zeggen. Tenminste, dat kan niemand nog zeggen. Er is geen glazen bol. En dan ben ik, tenminste dat is ook een beetje mijn achtergrond, meer als innovatieve denker geneigd om te zeggen, nou laten we dan inderdaad beginnen, gaan piloten, gaan experimenteren. Oh, dat zijn ook hele enge termen. Die kunnen we pas minder eng maken als we het inderdaad, nou ja, mooi pleidooi Maarten ook. Ja, we moeten gewoon beginnen. Tenminste, die urgentie zit er, hè, op dit vlak, op duurzaamheid. Gisteren daar ook mooie gesprekken over gevoerd. Ja, we zijn die fase voorbij dat we het maar eens aan ons voorbij kunnen laten trekken. We moeten gewoon beginnen. Dat geldt ook voor dit onderwerp, eerlijk gezegd. En Jos, ik neem aan dat die brug met de huurder, hè, die Herman noemt, hè, dat is natuurlijk ook een beetje een nieuwe, hè, voor het vastgoed. Dat je echt met je eindgebruikers, en zeker de grotere, die ook echt iets kunnen doen, hè, dat je daarmee in gesprek gaat over dit onderwerp. Ik kan je verklappen, en dat is, nou ja, verklappen, ook deels vanuit persoonlijke ervaring, 4 jaar terug begonnen bij Sintes Achmea. Ja, de klant, daar ging het over. En dat vond ik goed, vond ik mooi om te horen. Ja, de institutionele belegger, dat is de klant. Maar ik zeg, we hebben toch nog een andere klant. Ja, die stond op afstand. Ja, dat is dan jullie klant, bij wijze van spreken, als jullie voor ons werkten. Daar hadden wij niet zoveel mee. Dat vond ik eerlijk gezegd, en dat durf ik hier best toe te geven, behoorlijk schokkend. Daar is veel in veranderd. Heb ik een bijdrage aan geleverd, hoop ik. Maar er is ook wel echt het een en ander veranderd. Het is het begin van een bruggetje, maar hij is nog niet helemaal geslagen. Dat durf ik eerlijk te zeggen. Dus even samen, we hebben het over het onderwerp samenwerken. Wat dus bij het onderwerp ESG, gezondheid, duurzaamheid, heel belangrijk is. Albert, jij zat ook te springen. Jij wilde daar ook graag wat over zeggen. Nou ja, goed. Ik kijk natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is de eindgebruiker. Als je de eindgebruiker tevreden kunt stellen, dat is bijvoorbeeld leven en wonen in een gezonde en veilige omgeving, dan zullen ze ook bereid zijn, denk ik, om ook eventueel de huurders meer huur te betalen. Omdat voor een bedrijf het gewoon heel goed is dat mensen in zo'n omgeving werken. En ik denk dat ook van bottom-up, daarom noemde ik ook even dat voorbeeld van die school. We zijn niet voor niets begonnen, ook bij de basisschool. Want die kinderen die praten met hun ouders over luchtkwaliteit en over gezonde leefomgeving. Dat gaat naar de besturen van de scholen. En zo komt het ook naar boven toe. Dus misschien is ook van bottom-up, kunnen daar misschien ook de institutionele beleggers daarvan overtuigd raken dat hun, laten we zeggen, hun property toch ook in waarde toeneemt. En ook de huur omhoog gaan. En even dus gewoon inzicht verschaffen in de data. Dat is denk ik mijn boodschap. Albert, even een aanvullende vraag daarop. Want jullie hebben ook met heel veel partijen gesproken. Ja. Hè, ja. Natuurlijk, ja. In allerlei segmenten. Ja. En deze vraag over de eindgebruiker gaat ook over van, is het op beslissingsniveau in die boardroom nou echt een onderwerp? Welk segment is daar eigenlijk het verste in, vind jij? He, is het kantoren of speelt het bij scholen juist? Of is het misschien retail? Scholen speelt het enorm. Alleen die hebben geen financiële mogelijkheden vaak. Dat is vaak het grote probleem. Waar we zien dat er op Tobe, we zitten ook in de zorgcentra. Daar werken we ook met Sintra's Achmea, daar werken we samen. En je hebt een nieuw concept van zorgcentra. Waarbij ook dat interne milieu gewoon in kaart brengen. Nou, daar is ook een enorme behoefte aan. De kantorenmarkt ligt gevoelig. Daar proberen we ook binnen te komen. En ook op een hoog niveau. Maar dat is lastig. Lastig. Ja. Ja. En ook de corporaties, de woningbouw. Dat is heel lastig. Ja. Maar wat ik zei, dus de gezondheidscentra. Dat gaat heel goed. Ja. Dat was een vraag daar. Jos, ik kom zo bij jou. Want ik wil nog eventjes Maarten aan het woord over dit onderwerp. Op de vraag van Herman. Op de vraag van Herman. Want ik vind dat een heel, volgens mij is dat een heel cruciaal thema. Hè? Dus het bij elkaar brengen van die twee groepen. Die traditioneel, hè, je sloot een huurcontract af. Zou ik maar zeggen. En dan, ja, dat was even een boardroom kwestie. Dan was er weer over geld vergaderd.
En dan waren we weer 5 of 10 jaar verder en dan moest er weer worden vergaderd over geld. Maar nu is dat dus anders, want gedurende de reis moet er dus ook worden nagedacht over samenwerking met de belegger. Dat klopt inderdaad. En bij uitstek is dat natuurlijk de positie van de beheerder die tussen de belegger en de huurder in zit. Alleen wat ik gewoon, als ik kijk naar de kwaliteiten en de competenties die onze medewerkers bijvoorbeeld hebben, moet je wel die competenties hebben die jou mogelijk maken om een gesprekspartner te zijn over dit onderwerp. En dat betekent dat wij onze mensen daar moeten gaan scholen. En zoals mijn buurman al zei, ja, dat kost allemaal tijd. Het is een traject van lange adem. We wisten het niet tot voor kort. Nu zijn we ons ervan bewust en nu gaan we ermee aan de slag. Dat is 1. Tweede punt is, ik denk dat de communicatie tussen de huurder en de belegger de laatste jaren wel veel korter is geworden als gevolg van social media. We zien natuurlijk weer APG die besloten heeft om niet meer in fossiele brandstoffen te gaan investeren, puur onder druk van haar achterban. Nou, en dat komt via social media, komt via allerlei andere wegen. Nou, er zijn meer voorbeelden te geven in die zin. Dus ik denk wel dat er mogelijkwijs ook op dit vlak een trend of een beweging op gang komt die op een andere manier tot stand komt dan traditioneel. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, ik zag een vraag van Jos Jansen van de Fontys Hogeschool. Jos, ik loop even naar je toe, en dan, zodat jij die vraag goed kan stellen. Ja, dankjewel, Paul. Ja, ik ben inderdaad docent aan Fontys Hogeschool en ik begeleid veel studenten die allemaal stappen in de vastgoedpraktijk willen zetten. En in toenemende mate zie je dus dat studenten ook met maatschappelijke thema's aan de slag willen. En zich maatschappelijk verantwoordelijk willen voelen, ook met gezonde gebouwen en gebouwen die meer duurzamer raken. En ik verwacht eigenlijk ook een kritische houding van hun. En ik heb eigenlijk ook al een kritische vraag aan jullie. En eigenlijk ook aan alle drie, want ESG is een mooie ontwikkeling. Maar wanneer is het nou goed genoeg? Je zou kunnen zeggen, wanneer is dit eigenlijk van, is here to stay. Maar wanneer is het zo dat we met z'n allen zeggen, nu zijn we waar we willen zijn? Want dat is denk ik toch wel een lastige vraag. Ja, iedereen wil wel bij de kopgroep zijn. Maar de eindgebruikers verwachten eigenlijk dat een gebouw gezond is. Nou, daar moet dus een stukje awareness gaan ontstaan van ja, een gebouw kan eigenlijk ook heel ongezond zijn. Wat ze niet verwachten, van de lagere school verwacht dat ook. Dus, en dat vind ik, zeg maar, ja, is dat niet een hele grote uitdaging in de hele vastgoedpraktijk? Om te zeggen, waar willen we naartoe? Waar willen we naartoe? Ja, het ambitieniveau. Nou, dat is ook een ambitieuze vraag. Nou ja, als ik mag beginnen. Ik vergelijk het even met de duurzaamheidslabels, de LEEDs en de BREEAMs. Ja, daar worden de normen ook steeds verder verlegd. Want we zitten, zoals Jos zei, in terra incognita. En we weten niet wat het eindpunt zal zijn. Dus we gaan gewoon verder, we krijgen steeds meer data. En ik denk dat die ontwikkeling, met alle respect, nooit stopt. Jos? Ik leg ook die link met de duurzaamheidsdiscussie. 10, 15 jaar geleden tenminste, ja, je kocht als het ware een aflaat. Lees een certificaat en je was duurzaam. Hè? Dat is nog maar heel kort geleden. En die versnelling die we aan het doormaken zijn op duurzaamheid. Nou, kijk de beurs vandaag. Tenminste, hij is 15, 16 jaar oud, denk ik, Provada. Dus dat is ongeveer die tijdspanne. Enorm veel veranderd. En ik verwacht ook, spreek die hoop uit en tevens ambitie, want dat is denk ik het sleutelwoord. Dat met die instroom, want ik herken precies wat je zegt. Ook stagiaires of afstudeerders die ik begeleid, hebben inderdaad allemaal dat gesplitste DNA. Of tenminste een combinatie. Het is geen splitsing. Dus inderdaad echt wel met vastgoed bezig willen zijn. En ook het besef van, hey, dat heeft een maatschappelijke rol. En dat besef, ja, dat zal dominant gaan worden. Net zoals je met die virussen had, dat er een dominant virus komt. Dat gaat overheersen. Dat je inderdaad zegt, vastgoed is natuurlijk iets wat een heel belangrijk onderdeel vormt in die Excel. Nou ja, daar zijn de meesten van ons nog steeds mee bezig. Maar dat het inderdaad ook een factor is in het leven van mensen. Ja, dat is waanzinnig om daarin mee bezig te zijn. Of dat besef te hebben dat we betere steden gaan maken, betere gebouwen gaan maken. Dat stopt dus niet. Tenminste, in ieder geval niet totdat ik met pensioen ga. Zal ik dat afspreken? Ja. Dat is nog een hele tijd hoor. Hoop ik. Heel goed. Dankjewel, Jos. Ja, Albert, het ambitieniveau, waar moeten we heen? Het ambitieniveau ook is, als we kijken naar die Green Building certificaten, daar houden wij ons natuurlijk ook mee bezig. Onze apparatuur levert punten om die certificaten te kunnen krijgen. En om continu meten is dat natuurlijk een voordeel. Maatschappelijk, een van de dingen waar wij natuurlijk ook
als bedrijven op ingespeeld hebben, is natuurlijk COVID. Het zijn de virussen die rondzwerven in de gebouwen. Wij hebben, en dat heb ik ook weten op basis van mijn medische kennis, hebben wij dus een virusindex geschreven. En die is ook geïncludeerd nu in ons dashboard en gebaseerd op een aantal luchtkwaliteitparameters. Waarbij een virus zich heel prettig voelt. Hè? Die moet ook overleven in de ruimte. En op die manier kunnen we dus aangeven of een virus zich verspreidt in de ruimte, ja of nee. En dat is ook iets wat denk ik dat het een bijdrage levert aan de maatschappij. Waar gaan we naartoe? Ja, mijn ideaal zou zijn natuurlijk dat we allemaal in een hele gezonde en goede werkomgeving kunnen leven of kunnen wonen en werken. En maar daar moet iedereen wel zijn steentje toe bijdragen. Dat zijn dus alle stakeholders, maar ik denk ook de eindgebruikers. Want vergis je niet, er is ook veel zelf te doen. Het hoeft niet alleen maar dure investeringen te zijn om het interne milieu op peil te houden. Ja, want misschien in aanvulling ook op dit thema. Wij zijn ook met de Blue Module bezig, ja, met allerlei standaarden. Nou, en dan valt toch ook op hoe goed die standaarden al zijn. Hè? Dus er zijn een aantal hele goede standaarden, zoals WELL, FitWELL voor gezondheid. BREEAM kennen we natuurlijk allemaal, hè, voor duurzaamheid. Maar gaat zich ook meer bezighouden met gezondheid. Je hebt GRESBY natuurlijk, hè, voor de institutionele partijen. Die institutionele partijen in ieder geval belangrijk vinden als benchmark. Dus je zou zeggen dat eigenlijk al heel veel instrumentarium gewoon beschikbaar is om aan de slag te gaan. Ja, dat klopt. Alleen, wat ik zei, de implementatie is gewoon heel erg lastig. Het is prima om dingen op te schrijven. Ik zeg dat ook altijd over strategie, maar het gaat over de uitvoering van de strategie. Daar zit het probleem. En ik ben toevallig met Jan-Willem, ik zie hem ook in de zaal zitten, door de lijst van health and safety gegaan van wellbeing. Ja, dat gaat tot op het niveau van het zeepje in de toilet. Nou, als je dat allemaal mee wilt nemen om je rating te verkrijgen, dat is wel een tough road. Maar daar is een vraag. Even naar je toe, hoor. Ik kom naar je toe. Ik vind het altijd fantastisch als mensen gewoon ook de lef hebben om gewoon even een vraag te stellen. Vaak is dat niet zo. Ik vind dat gewoon hartstikke goed. Dus zeg even je naam en stel gewoon even de vraag. Mijn naam is Bernd van Koten. In vastgoed al een tijdje actief. Ik ben ook schoolbestuurder van de eerste openluchtscholen van de openluchtscholen in Amsterdam. En dus ik herken wat Albert ook zegt, hè, en dat die discussie heel erg live is, ook voor het binnenklimaat in scholen, ook mede door COVID, maar het speelde al wat langer. Financiële mogelijkheden zijn er wel degelijk, hè, ook vanuit de gemeente wordt er veel ondersteuning wel gegeven. Binnenklimaat, buitenklimaat, daaromheen, ja, het is natuurlijk een enorm breed spectrum waar je het over kan hebben. Normen, hoe je die in gaat vullen, daar zijn natuurlijk al heel veel partijen mee bezig. CO2-meters, je binnenklimaat, hoe sluit het aan op buitenklimaat? Hoeveel parts per miljoen hebben we het over? Dat soort dingen. Maar ik denk dat het belangrijk is om daar ook een prioritering in aan te brengen. Wat nou echt de belangrijke zijn voor mensen? Want je kan het over het zeepje hebben. Nou, dat is eigenlijk precies het zeepje-discussie. Waar zit de prioriteit? Ik denk zelf dat het inderdaad voor een heel deel ook al bij die CO2... Fijnstof, dat soort dingen. Maar dat is niet alleen ook binnenklimaat. Ook heel simpel, de luchtvochtigheid in de ruimte. Hè, dat bepaalt ook weer of er ook allerlei ziekten, parasieten kunnen rondleiden. Maar die zijn er, ja. Ja. Hè, de vraag van waar zit die prioriteit eigenlijk? Hè? Dus ook, eigenlijk ook weer een vraag over van... Ja, waar moeten we eigenlijk voor kiezen? Wat is eigenlijk de eerste stap? Kunnen jullie daar wat zinnigs over zeggen? Want ik denk dat bij duurzaamheid, hè, dat is vrij helder, denk ik. En dat gaat vooral over energie en nu ook wel een beetje in toenemende mate over materiaalgebruik, circulariteit. Maar hè, dat je een lagere energierekening hebt en dat je daarna ook werkt aan het milieu, dat is een bewezen business case. Maar bij gezondheid, wat zou nou de eerste stap zijn die jullie zouden aanbevelen voor de mensen hier in de zaal? Nou ja, wat mij betreft zijn er twee dingen die... wat ik zou zeggen is low-hanging fruit. Die CO2-meters in klaslokalen bijvoorbeeld. Heel eenvoudig, een rood lampje geeft aan, het is niet goed. Dus zet je ramen open.
Dat is wat mij betreft een hele simpele oplossing. Hoeft niet veel geld te kosten. Dat is één. En tweede punt, waar we natuurlijk als gevolg van COVID heel erg op zijn gewezen, is gedrag. Ja. Hè? Als je kijkt naar griep, dat wordt overgedragen omdat mensen elkaar knuffelen, handen geven, you name it. Handen wassen en gewoon afstand houden betekent gewoon direct een stuk minder overdracht van allerlei virussen. En ik denk dat je daarop moet focussen. Want we zijn al daarmee bezig. Hè? We hebben het al geleerd door COVID. Laten we dat gewoon ook vooral vasthouden. Ja. En ik zeg daarmee niet dat je niet meer moet knuffelen. Hè? Want ik vind het zelf veel te leuk. Maar het punt is, het is wel een feit. Ja. Ja. Iemand anders die er nog wat over wil zeggen? Nee, eens. Tenminste, dat is weer het bruggetje naar die huurder. En het introduceren van inzichten vanuit ook andere vakgebieden. Tenminste, ja. Dat is de medische vakgebieden, maar ook psychologie, sociologie. Tenminste, als we ons eens laten bijpraten waardoor we gedrag kunnen beïnvloeden. Want dat is richting die huurder. Hè. Hoe beïnvloeden we dat gedrag? Ja, dan is er die mooie term nudging. Ik weet niet of je die kent. Hè. Gewoon het aanbrengen van hele simpele dingen die ook geen geld kosten. Hey, dat is belangrijk. Ja, die tot ander gedrag kunnen leiden. Exact. Waardoor mensen sowieso gezonder zijn, zich gezonder voelen, minder eenzaam voelen. Wat ik al eerder aangaf in mijn betoog. Dat zijn misschien wel de eerste stappen. En de zeepjes vind ik dan al heel erg ver gaan. Inderdaad gaat het gewoon om gezond binnenklimaat, uiteraard, en buiten. En gedrag. Ja, dat valt ons ook op. Hè. We hebben een aantal projecten lopen inderdaad met dit soort nieuwe dienststandaarden. Die gaan over virus, eigenlijk de post-corona-wereld. Je hebt de Well Health and Safety Rating, maar je hebt ook Fitwell, heeft ook zo'n soort rating. Maar die gaan eigenlijk vooral over gedrag. Op een andere manier omgaan met wat je hebt. Dat betekent niet dat je allerlei hele dure apparatuur je gebouw in hoeft te loodsen. Of misschien inderdaad een paar sensoren neerzetten die ook niet verschrikkelijk veel kosten. Maar je maakt slagen door gedrag te veranderen. Ja. En het lef hebben, als ik dat mag toevoegen, inderdaad als opdrachtgevers, richting bijvoorbeeld architecten. Want gebouwen kunnen ook, of zouden anders ontworpen moeten worden. Veel architecten zitten gelukkig ook wel op dat spoor. Maar alsjeblieft, zeg, geen gebouw meer waarbij je rechtstreeks de lift instruikelt. Nee, op die plek van die lift moet dan de trap gepositioneerd worden. Nou, dat soort dingen in de hele keten en vastgoed, ik blijf erbij, is in dat opzicht natuurlijk een fantastisch instrument om aan gezondheid te werken. Daar ben ik van overtuigd. Er is nog ruimte voor één vraag. Want ik zie dat we een beetje de tijd beginnen te naderen. Hè. Jullie hebben al een kwartier, drie kwartier volgehouden hier. Is er nog iemand die denkt van, ik moet nog even iets aan dit fantastische panel vragen? Of zijn jullie helemaal... Ja, wacht even. Ik zie daar. Ja, kijk. Olaf Buter. Ja. Ik heb eigenlijk een vraag. We hebben het over gedrag. Maar gedrag bij de bestuurskamer is eigenlijk misschien ook iets wat je aan zou moeten spreken. Maar er is helaas nog geen wetgeving. En is het stukje wetgeving niet ook essentieel om ervoor te zorgen dat we gedrag gaan veranderen? Ik hoor net december, UK, een uitspraak. Volgens mij is dat 10 jaar geleden hetzelfde uitspraak voor een piloot in de cockpit. Maar er is nog geen bestuursaansprakelijkheid voor dit thema, wat je misschien ook zou kunnen aanwenden om te komen tot een stukje versnelling. Want als ik mijn geld wat ik label aan gezondheid dan toch mee weer aan iets anders uit mag geven, onderwijs, ja, dan heb je eigenlijk een bewuste keuze gemaakt om een risico te nemen. En volgens mij is dat aansprakelijk te stellen. Helaas is dat nog juridisch waarschijnlijk heel erg ontgonnen terrein. Ontwikkeld moet worden, maar ja, het zou wel kunnen helpen. Ja, goed punt. Hè? Dus ja, de regulering door de overheid op dit punt. Ja, is iemand die... wil dat over zeggen? Want, ja. Ik vind regulering een lastige. Hè? Ik snap natuurlijk wel dat het dingen kan versnellen. Maar ik vind het beter als mensen zelf inzien dat het belangrijk voor hen is. He, dus de sense of urgency bij de mens moet vanzelf duidelijk worden. Ja. Jos? Een paar dingen. Tenminste, jij zei het al, Maarten. Tenminste, de druk vanuit deelnemers, bijvoorbeeld als het om pensioenfondsen gaat. Ja, dat zal absoluut gaan spelen. Vergeet ook niet dat het pensioen
stelsel gaat veranderen, waardoor we vrijer zijn of zullen worden om te kiezen voor welk pensioenfonds je gaat. Op het moment dat je dan stemt met je voeten, dan zou het zo kunnen zijn dat men ook wel die druk voelt. Hè. Als wij het belangrijk vinden als deelnemers dat er iets moet veranderen, dat is één. Twee is dat er wel iets aan regelgeving aan zit te komen. In ieder geval voor financiële instellingen, hè, de SFDR, Europese regelgeving, om over je duurzaamheidsprestaties, in ieder geval op de E, maar ook op de S. En dat is voorlopig nog redelijk bazaal. Maar reken maar dat daar in de bestuurskamers, dat weet ik in ieder geval wel, dat dat speelt bij ons en dus ook bij de pensioenbeleggers. Dus dat gaat wel spelen. En alsjeblieft, laten we niet vergeten dat het vanuit een overtuiging of een intentie zou moeten gaan gebeuren. Want als we het van regels, benchmarks of certificaten zouden moeten hebben die goed zijn, hè, begrijp me niet verkeerd, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Ja. We moeten impact willen hebben. Geleidelijk aan de jongeren waar we het eerder al over hadden, die komen ook wel in die bestuurskamers terecht. Dat duurt nog wel lang, of laten we ze eerder openstellen. Ja. Nou, ik zou nog iets willen zeggen, want het belangrijk ook is dat de bedrijven met elkaar gaan samenwerken met de innovatieve bedrijven. Ik voel me tot de innovatieve bedrijven en ik denk die samenwerking, met elkaar praten om bepaalde problemen op te lossen, dat heel veel zou helpen. Ja. Nou, dan wil ik nu komen tot een afsluiting. Ik wil jullie als publiek enorm bedanken dat jullie hier zijn gekomen, hè, op de derde dag van de beurs. En dat betekent dat jullie eigenlijk ook behoren tot die kopgroep die dit onderwerp echt verder wil brengen. En vooral wil ik een applaus voor ons fantastische panel, hè, die ook hier zijn gekomen op de vroege donderdagochtend. Met wat hindernissen. Dank allemaal en tot ziens.